Zoals je dus ziet is onze achterband er vanaf. Nou, en de achterband heb je dus hier. Een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Roderick en Karin. Karin en Roderick, ja, dat zijn wij. Het is vandaag maandag 11 oktober 2021 en het is 11:55. Ja, in de middag. En ik ben met Lady aan het lopen. Yep. En Roderick die heeft twee zusjes bij zich. Ja. Daarna gaan we even naar een autosloperij, want Roderick zijn achterwiel aan zijn kant is niet helemaal goed. Nee. Maar wij willen natuurlijk wel heel veel kijken. Precies, maar deze groei. Heel vlog. Kijk eens. Kijk eens. Kun je hem vinden of niet? Lady, kijk eens. Zo. Daar, goed zo. Kom maar. Ja. Goed zo, schatje. Maar kijk eens, en je kan vangen. Dat weet ik. Kom eens hier. Lady, kijk eens. Zitten. 1, 2. Nou, je kan vangen normaliter. Hé, hey, kijk eens. Kijk eens dan. Je kan vangen normaliter. 1, 2. Ja, goed zo. Nog een keertje vangen. Nog één keertje vangen en dan gaan we weer doorlopen. 1, 2. Goed zo. Kom maar. Ja, wat ik dus net al even in de intro zei. Aan de achterkant, aan roze kant, dus aan de bestuurderskant achter. Dus dat is linksachter. Die achterband, of het ventieltje is lek, of de band zelf is lek. Want binnen een maand tijd gaat die van 1,34 bar naar 0,7 bar. Dus veel te leeg, zeg maar. Gewoon niet goed. Dus we gaan even naar een autosloperij even na laten kijken. Want ik wil wel veilig de weg op. En dat is heel cruciaal. Veilig de weg op. Dus ja, nou, dan doen we dat ook maar. Gelijk, zometeen. En dan vanavond ga ik mama bellen. Rond een uurtje of 5:30 zou mama beginnen. Maar dan gaan we lopen voor de Brandwondenstichting. Ja, want dat is ook weer gebeurd. Dus, en ik ga er ook zo meteen even iets in doen. Samen met jullie. Alleen ik zeg nog niet wat. Nee. Maar dat zometeen. Nadat we zijn geweest voor de auto. Dus ik ga nu even mijn rondje afmaken met Lady. Even zometeen nog een update geven voor de aflevering Waalse Louise. En dan zo weer richting huis. En lekker genieten van het zonnetje. En ik hoop dat jullie dat ook zo meteen gaan doen. Dus dat hebben jullie al gedaan, want dit komt volgende week pas online. Dus. Zoals je dus ziet is onze achterband er vanaf. Nou, en de achterband heb ik dus hier in mijn handen. Ja. Nou, wat is de euvel? Ik zal hem weer even laten zien. Even zoeken, koekeloeren. Ik had hem net. Jee. Ja. Deze hier, dat is dus de boosdoener. En die zit er ook echt helemaal serieus doorheen. En daar. Kijk, daar zit een spijkertje. Dat is de grote boosdoener. Yep. Dus dat. Ja. Nou. Ja. En nou wordt er dus een andere band omheen gezet. Dat is dus onze oude band en dit is ons nieuwe bandje. Yes. Mooi goed profieltje inderdaad. Zo. Bij de Action alweer geweest. We gaan nu nog even naar de bak. Naar de Jum.
En dan gaan we naar huis. Gaat Ro lekker naar bed. Lekker slapen, lijkt mij toch? Dat ook. En dan is nog wat video's editen, want ik heb te veel te doen. En dan vanavond eventjes lopen voor de Nederlandse Brandwondenstichting. Jetta! Ja, het is lekker weer. Het regent niet. Het zonnetje schijnt af en toe. Het is gewoon heerlijk. Ik wacht dus nou even op Ro. Die had de kar met boodschappen. En dan gaan we dat even inladen in de auto. En dan gaan we naar huis. En volgens mij komt Ro er al aan met boodschappen zonder karretje. En dan is het eventjes de afwas weer op jou hoor. De wasverzachter weer ook in de tas doen. En dan is het lekker in huis. Dan kan Ro lekker slapen in huis en dan zie ik hem morgen weer of zo. Denk ik zo. Ja, denk ik hem. Alleen dat weet hij nog niet. Nee. Kijk. Zoek je Ro ook nog even. Hi. Daar let ik wel op hoor. Hé, hey, hallo, kom eens hier, naast mij. Kom hier, naast mij. Nee, hij is hier. Was goed? I love you. Oké, dat mag. Mag dat. Nou, kom hier, kus. Zo, kus gegeven, ja. Bah. Nee, dat is niet baar. Nee, hè. Nee. Kijk, dat zeg ik. Ik moet even deze dingen ook weer even in de tas doen. Hier. Ja. Ik ga het dus nu gelijk even doen. Ik heb 3 flessen gehaald. Yes, sir. En ik moet nog een zakje even uit de tas halen, want dat is Benny. Deze noemen wij dus tegenwoordig Benny's. En dan gaat deze dus weer naar voren. En dan de laatste fles even hier in. Hartstikke idee. En we gaan de kofferbak sluiten. En ben je nog niet bij mij op Insta? Dit is mijn Insta-account. Ik zou zeggen, zoek me maar even. En dan kun je mij volgen. Ja, ook daar. Ik weet niet of jullie dat net hoorden. Achter mij. Maar dat waren de cavia's. Maar ik ga dus ook straks. Het is nu bijna rond 4:30. En dan ga ik lekker mama de hele tijd op bellen, want ik heb mama dus nu ook aan de telefoon, maar ik heb mama even op niet luidspreken. Maar ik ga hier ook het een en het ander wat in doen, alvast. Ja. Ik heb hier is een mooie deze. Heb ik er nog eentje van. En dan heb ik er eentje hiervan. Dus dan kunnen jullie zelf nagaan wat ik er dus in doe. En dat ga ik samen met jullie doen. Dus eerst deze. Hey. Dan begin ik al goed, toch? Deze. Hey, dames. Ik ben bezig. Dank u. Even. En dan ga ik nog eentje in doen. En dat is deze. Dus ik kan zometeen zo lekker gaan beginnen. Helemaal geweldig. Helemaal top. En ik heb er zin in. En ja. Ik heb mama dus de hele tijd aan de telefoon, dus ik kan dan niet gaan filmen. Maar dat, als ik thuis ben, dan film ik wel. Maar mama en ik zijn dan van plan om ongeveer een uurtje bezig te zijn. Morgen weer een uurtje bezig. Even elke avond even een uurtje bezig. Dus dat komt hopelijk wel weer goed. Dus we gaan even lekker elke avond even lekker een uurtje met elkaar hannesen. Vind ik leuk. En de hannesen en dat doen we toch wel. Dus, maar hier zit al sowieso dat in. En dus daar ben ik weer blij mee. Heb ik ook weer wat bij gedragen als de coördinator van deze hele wijk. Dus we gaan er gewoon gezellig voor. Dus komt heel goed. Ja. En geniet van lekker voor jullie dag. Ja, ook dat. Heel belangrijk.
Ik denk, nou, ik ga je filmen omdat je net aan het dromen was en dan ben je in één keer weer wakker. Gekke meid. Gekke meid. Ja, ja, ja. Gekke meid. Ja, een hele goede avond. Ja, zoals je ziet lig ik al lekker op bed. Dat betekent dat ik deze vlog gezellig met jullie ga afsluiten. Dus vond je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, vergeet niet het duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren. Vergeet niet een leuke reactie achter te laten. En dan zie ik je morgen weer bij een gloednieuwe vlog. En vergeet het belletje niet. Laters. Doei doei.